weer te gaan zitten. De schorsing is wat langer geworden dan we bedacht hadden, maar misschien wel erg vruchtbaar. Maar omwille van de tijd wil ik in ieder geval voor nu de sprekers beperken tot één spreker per delegatie. Want alle delegaties hebben even onderling overleg gehad. En ik wilde meneer Herdé als eerste het woord geven over wat Aruba heeft bedacht over hoe nu verder. Ja, bedankt meneer voorzitter. Even meneer Herdé. Complex probleem, maar alweer, ik kijk naar de mensen die hard gewerkt hebben aan dit voorstel. Ik geloof nog steeds dat we er heel goed uit kunnen komen. We houden vast aan de drie uitgangspunten. Volgens mij is dat niet eens ter discussie. We houden aan dat het orgaan onafhankelijk moet kunnen werken, bindend oordeel moet kunnen geven en dat de reikwijde sterk juridische zaken zijn. En de juristen kunnen dat verder uitwerken. De voorkeur gaat uit vanuit de eilanden en dan zie je in het voorstel naar Hoge Raad of een nieuw orgaan. Maar we hebben ook van de Hoge Raad gehoord en begrepen dat als het gaat om strikt juridische zaken, en daar hebben we het over in de reikwijde, de ervaring toch ligt bij de Raad van State bestuurskamer, niet advieskamer. Het onderscheid is erg belangrijk als je verder gaat zoeken naar wie kan, wie is bevoegd, wie heeft ervaring, wie kan het onafhankelijk doen. Ons is uitgelegd en we moeten het nader voor onszelf uitzoeken. De Raad van State, bestuurskamer, zou goed oordeel, bindend oordeel, finaal oordeel kunnen geven over strikt juridische zaken. En er zijn er inderdaad nog beleidsmatige, bestuurlijke aangelegenheden. Die zou je dan met een niet bindend advies bij de advieskamer van de Raad van State kunnen plaatsen. Dat onderscheid tussen strikt juridische en beleidsmatige, bestuurlijke blijft inhoudelijk een probleem. Ze zijn zo verwoven. Dus we moeten daar toch een vorm vinden om dat onderscheid duidelijk te maken. Mag de Rijksministerraad interveneren in financiën van Aruba? Het statuut zegt van nee. Dat is een autonome aangelegenheid. Maar heeft de Rijksministerraad een oordeel, een mening over het feit dat Aruba erg veel investeert om uit de crisis te komen? Dat is een beleidsmatige keuze van Aruba en daar mag de Rijksministerraad Beg een mening over hebben. En als we daar niet over eens kunnen worden over wat het beste beleid is, dan kan je best een derde, een vierde, een vijfde vragen van wat vind jij ervan? In dat kader kan ik zeggen dat wat financiën betreft Aruba ook van IMF en van Standard & Poor's en van andere onafhankelijke organisaties ook analyses en meningen krijgen. Dus op zich geen probleem. Je verrijkt je met informatie van wat anderen van jou vinden. Maar wat de strikt juridische zaken, mag iets volgens het statuut, daar moet een finaal oordeel over gegeven kunnen worden door een onafhankelijk orgaan. En als de bestuurskamer van de Raad van State zo'n finaal onafhankelijk oordeel kan geven, zou je in principe geen bezwaar moeten hebben. Maar dan moeten we nog verder in detail uitwerken. En dan heb je in feite over de reikwijde al veel gezegd. Collega Rosario zei het, stond in het oorspronkelijke motie van Iroskin Herdé in 2010
strikt juridische zaken. De experts, de juristen, de hoogleraren hebben de afgelopen jaren gezegd, ja, maar je zou toch daaraan toch een aantal dingen moeten koppelen om iets meer te dekken. Nou, daar laat ik graag aan de juristen over. De juristen kunnen beter zeggen van waar de scheidslijnen het juridisch het best is, wat wel en niet goed bestuur of de ruimte, bestuursruimte voor een Rijksministerraad en voor de regeringen kan laten. Dus die detailinvulling, en dat zeg ik niet denigrerend, daar laat ik aan de juristen over. Als je dat zo ziet, dat betekent dat je vasthoudt aan dit uitgangspunt. Onafhankelijk, bindend en de reikwijdte blijft strikt juridische zaken. In de uitwerking zorgen wij ervoor dat er geen, niet getornd wordt aan de uitgangspunten, maar dat de uitwerking praktisch uitvoerbaar zijn en dat we toch bereiken wat we willen. Dat is de voorlopige standpunt. En ik zeg even voorlopig, omdat ook wij met onze volledige staten moeten beslissen. Maar dat is van de delegatie. Dat is op dit moment een voor de discussie en voor de onderhandeling onze inzet. Dank. Bedankt, voorzitter. Dank. Duidelijk. En ook duidelijk dat nadrukkelijke onderscheid tussen de rechtspraak van de Raad van State en advies. Ik meld daarbij dat op dit moment in de Tweede Kamer een behandeling is, een wet die dat die scheiding tussen die twee taken van de Raad van State nog nadrukkelijker regelt. Ik kijk dan wel naar Curaçao of Sint Maarten. Wie heeft het? Dan, meneer Wilsoe, u krijgt het woord. Vandaag is aan de orde gekomen dat bijvoorbeeld de Nederlandse delegatie het parlement niet kan binden. Het probleem is dat het parlement van Curaçao heeft de delegatie wel gebonden. Namelijk, in het parlement is een motie aangenomen waarbij de drie uitgangspunten zijn opgenoemd. Waarbij dus is besloten dat er een wetsvoorstel zou gaan via de geëigende kanalen naar de Koninkrijksministerraad om dan procedureel zijn weg te vinden binnen het parlementair gebeuren. Dus wat Curaçao betreft zijn wij er voorstander van, en dat zullen we verder bespreken, wel binnen de drie landen, dat dat wetsvoorstel wordt ingediend. Uiteraard door die in die loopperiode krijg je dat er genoeg ruimte is om te discussiëren en te amenderen. Het derde punt is, men heeft gesproken over een petit comité. Ik geloof dat wij dat terug moeten nemen naar Willemstad om daar dat comité te vormen. Wij hebben daar geen bevoegdheid toe. Dat kan anders worden samengesteld, zo men wil, na de als we terugkomen. Ik wil wel stellen dat wij openstaan. Wij staan open voor informatie. Wij staan open voor bewijsmateriaal, onderbouwing, waarom wel, waarom niet. En uiteraard zullen we zelf te raden gaan bij bevoegde instanties die ons kunnen adviseren over de totaliteit. Voor zover de delegatie van Curaçao. Sint Maarten. Meneer de voorzitter, we hebben in de pauze, in de break, een beetje gesproken over het voorstel zoals door Aruba gedaan. Wij staan open om verder en specifiek te kijken naar hoe precies dat allemaal wordt geformuleerd. En ik wil me ook aansluiten bij de heer Wilsoe, dat wij als de drie landen die zich hebben geschaard achter dat voorstel, dat wij verder bespreken hoe daarmee verder te gaan. Maar nogmaals, het voorstel om te komen tot
wat de heer Herde naar voren heeft gebracht. Dat lijkt me wel nuttig dat we daar rekening mee houden. Het komt eigenlijk op neer op wat ik in het begin heb gezegd. En dat is namelijk, wat is ons einddoel? En ik geloof niet dat er in deze zaal in elk geval daar oneenigheid over bestaat. Nee, het einddoel is een geschillenregeling. Zoals ook eerder gezegd is voor Sint Maarten, dat het bereiken van dat einddoel ontzettend belangrijk. En dat is voor ons de focus. En als wij bijvoorbeeld via dat pad concluderen dat dat inderdaad ons dichter bij ons doel brengt, dan is het een pad die wij zeker willen bewandelen. Het gaat bij ons om hoe bereik je wat we willen. Allemaal tezamen. Bedankt. Dank u wel, mevrouw Westcott. Meneer Ganzenvoort. Voorzitter, dank. Volgens mij kijken we terug op een vruchtbare bespreking van deze morgen, waarin een aantal van de uitgangspunten zijn herbevestigd, waarin we het met elkaar eens zijn over de noodzaak van een spoedige vormgeving van deze geschillenregeling. Wij zijn in ieder geval ook blij dat er het materiaal op tafel ligt om dat met elkaar te kunnen gaan doen. Dus ja, een regeling, ja, onafhankelijk, bindend, beperkte rijkwijde, al die punten die zijn het over eens. En graag ook spoedig. Dat is de stap die we ook moeten gaan zetten. De gedachte vanuit Aruba om de lijn langs de Raad van State en ook vooral ook het onderscheid van twee afdelingen om dat te gebruiken, vinden we interessant. Dus daar moeten we kijken van hoe we dat precies doen. Maar dat is een interessant punt om op door te denken. Dat tekent ook de constructieve verhouding in het gesprek. En de uitwerking daarvan, die zal wat ons betreft nu en graag zo spoedig mogelijk in dat parlementaire proces ook zijn weg moeten vinden. Ik herhaal nog maar eens wat u ook al beseft en de heer Wilsoe noemde dat eigenlijk ook. De landen, de Caribische landen, kunnen hun voorstel ook gewoon indienen. En dat kan in de Rijksministerraad en dat kan bij de Tweede Kamer worden ingediend. En op dat moment gaat het ook gewoon zijn gang en wordt ook voorgelegd voor advies aan de Raad van State. En dan hebben we op een gegeven moment hebben we één of twee dingen liggen. En vervolgens is dan natuurlijk wel de vraag van hoe dat op een goede manier in het parlementaire proces zijn weg vindt. Nou, daar hebben we de mogelijkheid van amendering. Dat zal in de Tweede Kamer met bijzonder gedelegeerden ook zijn beslag moeten vinden. Maar uiteraard, de heer Van Laar riep daartoe op. Laten we dat niet alleen op de officiële gespreksmomenten doen. Maar laten we vooral ook, zoekt u vooral ook de ontmoeting, de contacten met Kamerleden om ook hen daarin te voeden. Want daarin hebben we uiteindelijk ook een gezamenlijke doelstelling. Ik deel dat helemaal met mevrouw Westcott. Het gezamenlijke einddoel dat die geschillenregeling er komt. Wat dan weer bijdraagt aan een nog verder einddoel, namelijk dat we binnen het Koninkrijk op een beetje goede manier met elkaar omgaan. Maar daar moet het uiteindelijk ook aan dienstbaar zijn. En volgens mij hebben we daarmee ook al is het misschien een klein stapje, de heer Heide zei dat, maar hebben we toch op dit IPCO weer een stap verder gezet in de richting van een wettelijke regeling voor de beslechting van geschillen. Dank. Ik zie een hand van de heer Van Laar, maar ik wil niet de hele discussie weer opentrekken. Dus het ligt een beetje aan wat u wilt zeggen, of ik u het woord geef. Dat lijkt de geschillenregeling wel. Maar ik ga ervan uit dat dat even een praktische opmerking is, hoe we verder komen. Nou, voorzitter, gaat wel iets verder dan dat, maar ja, u moet maar gewoon een gokje nemen, denk ik. Kijk, we kunnen heel vrijblijvend allerlei routes gaan verkennen. Maar het is op een gegeven moment zaak dat je naar elkaar toe beweegt. En die beweging mis ik nu wel bij de delegaties van Curaçao en Sint Maarten. En we kunnen niet zomaar Raad van State hele ingewikkelde dingen helemaal uit gaan werken. En daarna te horen krijgen dat het niet voldoende zal zijn. Dus ik denk wel dat we het nodig hebben dat er stappen naar elkaar toe gezet worden. Alvorens we in gezamenlijkheid kunnen werken aan één voorstel. Dus ik wil de delegaties daar gewoon toe oproepen om dat alsnog te gaan doen. Niet in dit IPCO, maar wel in de komende tijd. Want anders kunnen we geen stappen voorwaarts zetten. We kunnen niet van alles zomaar gaan uitproberen en uitzoeken. Dus dat is een oproep van mijn kant om dat te doen. Als wij het regeringsvoorstel willen veranderen, dan moeten we dat eensgezind doen. En dan moeten we dat in gezamenlijkheid doen. En dan moeten we elkaar vasthouden. En dan heb je het nodig dat je naar elkaar toe beweegt. Ja. En zolang dat er niet is, is er geen weg voorwaarts. Ja. Ik heb de delegaties van Sint Maarten en Curaçao anders beluisterd. Ik heb namelijk wel ruimte gehoord. Dus...
maar die heb ik van geen enkele. Ook de Nederlandse delegatie, ook de Arubaanse delegatie niet. Dus ik wil dit hier wel mee afsluiten met die, wat mij betreft, correctie van het standpunt. Maar ook met uiteraard benadrukken dat we niet alleen in de formele proces moeten zoeken, maar ook elkaar opzoeken om een stap te zetten. Meneer Herdee? Praktische, ik wil de discussie inderdaad niet. Er zijn verfijningen ten aanzien van wat ik heb voorgesteld. Wat ik heb voorgesteld kan verder met betrokkenheid van de Hoge Raad, wat betreft strikte juridische zaken, dat hoor ik aan mijn kant. Belangrijk is dat wij ruimte creëren nu om tussen nu en het moment van stemmen, dat we naar elkaar te komen en een voorstel hebben dat praktisch uitvoerbaar is en dat voldoet aan de uitgangspunten. De uitgangspunten laten we niet los. Dat is heel belangrijk. Ten tweede, meneer voorzitter, ter afsluiting. Ik denk dat wij nu toch wel ook een tijdspad moeten uitzetten tussen nu en, ik stel voor, eind dit jaar, om dit onderwerp af te ronden. Net zoals we in januari hebben gedaan, afspreken wanneer, wat gaat gebeuren, wie dat gaat doen, hoe alle partijen bij betrokken zullen zijn. En een deadline om de behandeling in de Tweede Kamer aan te pakken. En ik stel als rekening houden met alles wat dit jaar gaat gebeuren, eind 2016 streefdatum om het helemaal af te ronden. Goed. Ik stel voor dat we het hierbij laten wat betreft plenaire behandeling. Ik wil iedereen daarvoor bijzonder hard danken door niet vol in de remmen te gaan staan, maar echt die remmen los te laten. En over de snelheid kunnen we discussiëren. Vervolgens hebben we de lastige taak, geven we even aan de griffiers om op papier te zetten van wat we. Uitspreken is nog wat anders dan het hard op papier hebben. Dus die moeilijkste kant die is aan jullie griffiers. Waarna het presidium zich erover zal buigen. Het presidium brengt dat er weer terug in de verschillende delegaties. Of de delegaties kunnen leven met de eindtekst. En ik zie daar geen bezwaar tegen. Dus wat gaan we dat zo doen? Dan zijn we nu toegekomen. Het was zo'n ding, die geschillenregelingen, dat we er nu even plenair mee klaar zijn. Dat voelt als een leegte. Maar die gaan we vullen door met z'n allen nu naar het Binnenhof te lopen richting Eerste Kamer. Daar staan weer de bussen klaar, net zoals gisteren. En dan kunnen wij op weg naar lunch en werkbezoek. Ik dank jullie allen hartelijk.